Ik ben vandaag in Leiden. Ik ben in een hele mooie winkel die eigenlijk nog maar sinds kort geopend is. 3 maanden. En ik sta hier bij een expert. Een expert in koksmessen. Ja, we zeggen het al, koksmes-expert. We zijn bij Roderick. En Roderick die gaat iets vertellen over wat is hot vandaag de dag op het gebied van messen. En waar moet je op letten, onderhouden van een mes. Dus ik ga eens even kijken of Roderick wat wil zeggen. Goedemorgen Roderick. Nou, goedemorgen. Ik vind het waanzinnig mooi hier ook. Ontzettend mooie winkel. En hoe ben jij bij deze passie gekomen? Nou, mensen hebben altijd al een tik gehad bij mij. Zelfs toen ik jong was op de kokschool, nam ik altijd mijn messen mee naar huis en was ik daar helemaal lyrisch van altijd. En eerst in het begin toen ik op school zat, was er nog niet zoveel onder de zon. Toen kwam er een Japans merk hier in Nederland. En toen ging al mijn fooi ging elke maand op om die serie compleet te krijgen. En toen stond ik op een gegeven moment in Rotterdam te werken als interim chef. Toen stond er eentje naast me met een mes met allemaal van die hele mooie golvende bewegingen erin. En toen is het eigenlijk pas begonnen, want toen wilde ik dat ook hebben. En toen kwam ik erachter dat in Nederland er eigenlijk nog niet veel was op dat gebied. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik zelf doen. En dan spreken we over 10 jaar geleden. Dat is dus als hobby en als passie inderdaad ontstaan. En het werd op een gegeven moment zo heftig dat het niet meer te combineren viel met een normale baan. Toen dacht ik van, wat gaan we doen? Gaan we koken of gaan we de messen doen? Nou, die keuze was snel genoeg gemaakt. Want als je je hobby van je hobby hecht, je werk maakt, je passie, dan is de keuze snel gemaakt. Dus zodoende zijn we dus al een tijd bezig. En de winkel is, zoals je al zei, pas 3 maanden geopend. We hebben alles vanuit huis gedaan eerst. Met een webwinkel erbij. Maar dat werd op een gegeven moment nam dat zulke vorm aan. Dus we waren al op tijd op zoek naar een pand. En dat is dit geworden hier in Leiden, vlakbij de snelweg. En wat is niet gaver dat we alle series hier nu kunnen laten zien. Zonder dat we dan, zonder dat we altijd van die grote kratten naar iedereen toe gaan, alles uitrollen, wat we overigens nog wel doen hoor. Maar de mensen komen ook naar ons toe nu, weet je, en dat is natuurlijk super kicken. Ja. Dat we alles hier hebben op één plek. Ja, ja en ik ken vanuit vroeger, hè, we hadden dan de Sabatiers en de Goldhamster en later kwamen de Global messen. Ja. En ik word soms wel eens jaloers als ik die 6 van nu allemaal zie met die mooie messen. Ja. En heb je nou een mes wat op dit moment heel erg favoriet is, heel erg trendy? Ja, dat is sowieso het merk van ons, wat wij zelf importeren. Dat is van Tamahagene. Daar hebben we diverse series van. Nou, dit hebben wij zelf dus uitgezet een beetje bij de chefs. En dan hebben we 2 verschillende heften hiervan. Dit zijn goede prijs-kwaliteit messen. Dat heet het Tsubame-series, heette dit. En dan heb je 1 heft, is hier van Pakkawood. Pakkawood samengesteld hout. Allemaal laagjes, dus het groeit niet aan een boom. En dan hebben we ook nog een heft, dat is micarta. En als je dit van dichtbij in kan zoomen, dan zie je ook dat dit echt uit linnen bestaat. Dit komt ook weer uit de samurai-kennis. Die heften die worden al heel lang gemaakt op deze manier. En wat we ook hebben, dat is damast. 63 laag damast. Dat is dus, dat zijn allemaal laagjes hard en zacht staal over elkaar heen gesmeed. De kern die is nog wel de VG5, heet dat. Voorheen had je dus VG10 staal, dat werd heel veel verkocht. En waarom is VG10 staal zo ideaal? Dat is omdat het eigenlijk de golden legering is. Het bevat chroom vanwege het RVS-gehalte. Nou, verder bevat het molybdenum, vanadium. Allemaal mooie stoffen die je in je staal wil hebben, gecombineerd met koolstof. Die ervoor zorgen dat je een hele hoge hardheid van staal hebt, wat resulteert in het lang scherp blijven van een mes. En dat willen we natuurlijk altijd. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van een goed mes. Is dat het lang scherp blijft. Een mes kan nog zo mooi zijn. Als de staal gewoon ruk is, dan kan je er weinig mee. Ja, ja dat was eigenlijk een volgende vraag. Hè. Stel, ik kom hier een mooi mes kopen. En hoe onderhoud ik nou mijn mes? Hoe zet ik het aan? En uiteraard niet door de vaatwasser. Hè, maar... Ja, klopt. Nou ja, kijk, daar kan ik zo meteen wat over uitleggen. Hè. Je kan dus een mes aanzetten inderdaad. Maar je ontkomt er niet aan dan dat je de mes oftewel naar de slijper moet brengen. Of je gaat het wetten bijvoorbeeld met een wetsteen. En wij hebben daar ook een ander systeem voor. Dat doen we met diamant. Maar het is hetzelfde uitgangsprincipe. Dus dat je het gewoon zelf slijpt. Hè? En er is een verschil dan dat je met aanzetstaaltjes of keramisch of diamanten. Oftewel porselein. Want die moet je eigenlijk alleen maar gebruiken voor dit soort messen. Dus niet eentje zoals deze. He, dit is een heel basis aanzetstaaltje. Maar het nadeel is dat dit staal is zachter als een mes. Dus dat werkt eigenlijk averechts. Ja.
Dus daarvoor kan je alleen porselein, keramisch of diamant gebruiken. Maar na verloop van tijd zal je merken dat het ook niet meer werkt. En dan moet je dus echt gaan slijpen. Ja. Daar hebben wij manieren voor. En als je zelf denkt van dat is niks voor mij, dan zal het naar de slijper moeten.